Goedemiddag en welkom bij het weerbericht van Weerplaatsen.nl. Op veel plaatsen is het bewolkt vanmiddag, maar het zuidoosten en oosten van het land hebben vrij geregeld zon, daar blijft het ook droog. In het zuiden en zuidwesten zou nog een enkele spat regen kunnen vallen. Vanavond wordt het daar wel geleidelijk aan droog, en komende nacht is het overal droog, met geleidelijk aan meer opklaringen. Verder zouden wat nevel of een enkele mistbank kunnen vormen. Het koelt af tot een graad of 14 en er staat zeker landinwaarts inwaarts niet al te veel wind. Morgen is de wind oostelijk van richting en matig kracht 3 en daarmee wordt warme lucht aangevoerd. In het binnenland wordt het 25 tot 27 graden, op de stranden een graad of 23. Verder zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. Zaterdag heeft het zuiden met wolken en regen te maken, het noorden is het droog en schijnt de zon. In het midden spant het er een beetje om. Zondag en maandag vallen er een aantal buien. De middagtemperatuur daalt geleidelijk van 24 graden naar 22 graden op maandag. Ik ben Ben Lankamp van weerplaza.nl.